Waarom hoef je in de toekomst je ramen nooit meer te wassen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik kan er ook niks aan doen, maar mijn hobby is nanotechnologie. En waarom? Ja, je raakt zo gefascineerd door iets wat je niet kan zien, wat hele grote gevolgen heeft en wat je toch nog een beetje kan beïnvloeden. Als mens, als wetenschapper, zoals we hier bij elkaar zitten. En ook wel een beetje omdat nanotechnologie ook wel de technologie van de toekomst is en zoveel impact heeft op de manier waarop wij naar materialen kunnen gaan kijken. Maar dat heb ik een paar keer al nano genoemd. Maar laten we even kijken van, wat is nou precies nano? Nanometer. Nanometer is een afstand. Net zo goed als je centimeter hebt, een millimeter, heb je ook nanometer. Nou, hoe groot is een nanometer? Nou, als ik nou de dikte van mijn haar neem, en 100.000 keer kleiner dan de dikte van mijn haar, dat is een nanometer. En dat zijn de objectjes die wij maken. Wij maken dus structuurtjes die zo klein zijn. Nou, wat is daar het fascinerende? Nou, wat ik zelf vind is van, als we kijken naar de bouwstenen van ons lichaam, ja, dan we zijn cellen. Nou, cellen zijn ontzettend groot, hè? Dat is vergeleken bij nanometer. Maar ja, de virussen en zo in ons lichaam, die zijn een paar honderd nanometer. En het DNA, de diameter van het DNA, dat is ongeveer 1 tot 2 nanometer. Dus als wij instrumentjes en objecten kunnen maken ter grootte van DNA, virussen, cellen, nou, dan komen we in een gebied waarbij we naast nano-elektronica, de snelle elektronica van je mobiele telefoon, ook wat kunnen betekenen bij de diagnostiek van ons lichaam. Misschien kunnen we wel dingen nabootsen van ons lichaam. De nano-elektronica noemde het al, hè? Je computer die moest weer 2 keer zo snel, 2 keer zoveel geheugen, et cetera. Dat kon alleen maar als we alles kleiner en kleiner en kleiner maken. Dus de drijfveer om echt nanotechnologie te maken, was eigenlijk de halfgeleide-industrie, de computerindustrie. Maar omdat we nu zo klein zijn, zo kleine structuurtjes kunnen maken, dan is opeens nanotechnologie een veel breder begrip geworden voor allemaal. Zo zelfs dat we apparatuur hebben ontwikkeld om op die nanoschaal te kunnen kijken. En opeens weten we veel meer van de natuur. Want in de natuur zit ontzettend veel nanotechnologie. Veel meer die we eigenlijk voor mogelijk hadden gehouden. Een voorbeeld is de lotusbloem. Een lotusbloem heeft bladeren en die worden niet nat. En we dachten van ja, dat is een vettige. Dit is trouwens een plant in een vijver, dus het is, af en toe komt er een golfje water. Of in de regen, nou een beetje wind en het blad is weer droog. En heeft altijd gedacht, dat komt omdat die bladeren vet waren. Maar gingen ze omvetten, dan was het effect nog groter. Dus dat is iets anders aan de hand. En als je nou inzoomt in zo'n blad, wat zie je dan? Dan zijn dat als het ware allemaal nanopilaatjes. Een spijkerbed van nanodraadjes. En zo'n druppel danst als het ware op het oppervlak. Oftewel, het hecht niet aan het oppervlak zelf. Dat kunnen we gaan doen. We kunnen, zoals je hier op die foto ziet, dus materialen maken, als die nano gestructureerd zijn, allemaal nanopilaatjes hebben. Ja, dan kleeft het water dus niet aan het oppervlak. Nou, er was een Duitse firma. Die dacht van, nou, dan maak ik daar stropdassen van. En jullie begrijpen natuurlijk wel waarom, hè. Van een oudere mannen die stropdassen dragen en soep eten, dat gaat moeilijk samen. Dus pak je een stropdas en dan... Die worden dus niet nat. Waterafstotend is deze textiel. En dat is eigenlijk iets wat we, de stropdas is natuurlijk een voorbeeld van een gadget. Maar wat we nu aan het doen zijn is, moet je je voorstellen, we maken behang van dit effect. Het behang is nano gestructureerd. En het behang gebruik ik bijvoorbeeld in een ziekenhuis. De wand is van nano, het waterafstotend behang. Dan komt een virus, die zit hier aan het oppervlak, of iets anders wat er aan het oppervlak zit, een stofdeeltje. Er komt een druppel, de druppel heeft zich niet aan het oppervlak, wel aan het stofdeeltje of aan de virus en neemt de virus mee. Dus als waar een sprenkelinstallatie zou een wand helemaal schoon kunnen maken.
Dat is wel iets wat direct toepasbaar is door het effect van die lotusbloem, om dat te kunnen weten. Nog een voorbeeld waar je dat kan doen. En dat is namelijk van de natuur. Nou, wie weet wat dit is? Een gekko, ja. Alleen al de naam vind ik al intrigerend. Hij kleeft als het ware aan het oppervlak. Maar hoe komt het dat hij kan hangen? Waarom valt hij niet? Daarvoor hebben we apparatuur ontwikkeld om te kijken hoe ziet nou zo'n gekko eruit. En hier zie je een paar opnamen. Dit zijn de poten van een gekko. Het ziet er nu nog uit als een soort zuignapjes. Maar we kunnen inzoomen. Ja, dat was de volgende. Zoom maar in. Dan zie je dat pootjes bestaan uit nanodraadjes. Als het ware, hij danst op die nanodraadjes. En die nanodraadjes, die zorgen voor de, zeg maar, de kracht, de kleefkracht aan het oppervlak. Nou, in de toekomst zou je dat soort technieken kunnen gebruiken. Want een voorbeeld, het is geen Spiderman, maar wel om te laten zien, dat is dat er gewoon matjes zijn te kopen op het gekko-effect. En dit is dan zo'n matje. En wat zie je dan? Wat is dat zo? Dit is een matje voor je mobiele telefoon. Die plak je vast. En dat lijkt. En hij plakt echt ook, hè? En dat lijkt alsof het. Ja, dat is kleef. Nee. Dat, als je dat doet, er zit geen kleef, niks anders. Dit is puur nanotechnologie die ervoor zorgt dat dit soort kleef. Ja, tapijtjes ontstaan. Dus hier zie je dat dat. We hebben al nog meer gekeken. Hè? Als je zag van wat zit er nog meer aan nanotechnologie. Zeg maar in materialen die je dan hebt. Zoals ik al zei, we hebben carbon nanotubes, we hebben vezelversterkte materialen. Nou, zo'n carbon nanotube bijvoorbeeld. Hier zie je mijn haar en die lus, dat is zijn duizenden nanotubes bij elkaar. En die draad, die is sterker, die is zo sterk, die kan mij tillen. Dus pak een beetje 90 kilo. Dat is het sterkste materiaal wat je kan voorstellen. Zo'n carbon nanotube. En dat heeft al heel gauw mensen geleid van bijvoorbeeld in de sport. Om dat te integreren. Hier zie je een badminton racket. De nano. De nanospeed. En die carbon nanotube die zit hier in, zeg maar hier, in het vat, in de hengsel. En waarom? Het is zo stevig dat hij alle trillingen opvangt. Dit is typisch een record waar je veel minder snel een tennisarm van krijgt. En Nadal bijvoorbeeld, die tennist ook met een record. En als je inzoomt, dan zul je zien aan de zijkant dat een nano op staat. Dus al in de sport zitten dit soort toepassingen al. We kunnen ook de toepassingen van nanomaterialen ook op een andere manier voorstellen. En dat is namelijk met behulp van bijvoorbeeld van nanodeeltjes. Nanodeeltjes zijn ook verschillende materialen. En in ons dagelijks leven komen we dat best wel vaak tegen. Dit zijn bijvoorbeeld sokken. Van de HEMA trouwens. Nou, wat zal hier nou nano van zijn? Hier zitten zilveren nanodeeltjes in. En die zilveren nanodeeltjes, ja, die ontsmetten. Zorg ervoor dat je dus minder snel zweetvoeten krijgt. Maar nanodeeltjes worden nog veel meer gebruikt. In zoncrème bijvoorbeeld. Mensen die bijvoorbeeld huidkanker hebben, gevoelig zijn voor zonlicht, ja, die moet je een zonblokker hebben. En titaandioxide, nanodeeltjes, zijn er ideaal. Waarom? Die UV blokkeren ze compleet en ze zijn ook nog eens transparant. Dus als je dat insmeert, heb je niet een geweldig wit gezicht, maar je ziet de zalf niet. Dus dat is ook een manier om naar nanomaterialen te kunnen gaan kijken. Ik weet niet of jullie. Vrijwel alle tandpasta's tegenwoordig nanodeeltjes. Dat herstelt de glazuur. Soms geeft een wittere lach. En die nanodeeltjes ook, vaak ook titaandioxide nanodeeltjes, die zorgen ervoor dus dat het gebit gezonder blijft. Nou, heeft dat niet een effect, die nanodeeltjes? Want ik smeer het op mijn huid, ja. Je huid is een en al krater, dus al die nanodeeltjes gaan naar binnen. Die gaan misschien wel in je cellen en dergelijke. Dus je moet ook goed bestuderen van wat voor een effect nanodeeltjes hebben. Bijvoorbeeld hoe je cellen erop reageren. Nou, dat doen we ook. Hier zie je een voorbeeld van een filmpje.
Je ziet dat we druppeltjes maken en die witte puntjes, dat zijn cellen. Dus elk druppeltje is een cel, een levende cel. In elk druppeltje zit een levende cel. Vervolgens, als we dat hebben, al die druppeltjes trouwens, in het echt gaat dit bijna 1000 keer sneller. Maar dat terzijde. Vervolgens kunnen we die druppeltjes met een cel kunnen we laten samenvloeien met een andere. Hier zie je dan bijvoorbeeld 2 druppeltjes, zometeen als het filmpje gestart wordt. Dan zie je dat er komt een druppeltje aan en een ander druppeltje en door een spanning op zit een pats. Nou, hier zit een cel in, zie je dat? En dat andere druppeltje zijn nanodeeltjes en pats. De cel blootgesteld door allemaal de nanodeeltjes. En we kunnen in de vervolg kunnen we gaan kijken hoe zo'n cel erop reageert. Dus we kunnen met dit soort technologie, wat ook nanotechnologie is, bestuderen wat het effect is van dit soort nanodeeltjes. En dat is heel belangrijk, want nogmaals, we hebben heel veel geleerd vanuit het verleden. Je moet echt goed bestuderen wat zo'n nanodeeltje eigenlijk doet. En je hebt er zoveel verschillende, dat elk nanodeeltje zou je toch echt moeten onderzoeken wat voor een effect dat heeft. Maar ik wou afsluiten eigenlijk met nou, toch het laatste ontwikkeling in het lab. Dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Want we willen ook hele goedkope elektronica maken. En heel kan je bijvoorbeeld papier gebruiken om een sensor te maken. Nou, papier dat kan, maar papier is heel gevoelig. Dus in het lab is iets anders. Misschien heb je wel gehoord van grafeen. Grafeen, dat is een koolstofatoom, 1 atoomlaag. Maar we kunnen het ook van een ander materiaal maken. Dat kan bijvoorbeeld zircoon zijn of wat ook. Hele dunne lagen. Een hele dunne lagen lijkt net als papier. Hier heb ik zo'n materiaal. Dit is zo'n nanomateriaal. Wat bijzondere van dit materiaal is, dat is niet papier. Het is een onbrandbaar materiaal. Dus als ik een vlammenwerper heb en ik hou dat materiaal erin, dan zal je zien, het materiaal brandt niet. Het wordt ook niet warm. Dus het is eigenlijk flintendun materiaal, als een veertje zo dun, en het is brandwerend. Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen wat voor geweldige toepassingen dat kan hebben. Sterker nog, we kunnen dit soort materialen, kun je zelfs ook elektronica van maken. Als voorbeeld hebben de jongens in het lab, hebben op dit keramisch papierachtig materiaal, hebben ze gewoon een structuurtje gemaakt. Ja, het is nog heel klein, maar het is wel het eerste prototype is het. Het is echt brandnieuw. Dus hier hebben ze allemaal ledjes gebracht. Dus dat is een heel circuit. Dus als ik met een batterijtje kom en ik zou dat gaan voeden, dan zal je zien, en niet helemaal iedereen zichtbaar is. Zoals je ziet, mooie ledjes. Nou, in ieder geval, dit materiaal, zoals je zal zien, is het, zeg maar, het nieuwe type materiaal. Dus we staan nog maar in het begin van wat we, zeg maar, als materiaal willen gaan ontdekken. En er is nog genoeg te ontdekken voor ons allemaal om prachtige materialen van de toekomst te maken. Dankjewel.